dit is Ellen van E-Lunch. Zoals je ziet heb ik mijn kaarten alweer liggen. Maar voordat ik daarmee ga starten, wil ik iedereen bedanken voor alle likes en feedback die ik gekregen heb. En ook voor de nieuwe abonnees van de laatste tijd. Ontzettend bedankt voor het vertrouwen in mij en in mijn kaarten allemaal. Ik ben hier voor de schorpioenen. En ik heb alle kaarten heb ik al getrokken. Dit juist om te zorgen dat er weinig tijd verloren gaat met schudden en dergelijke. Dus ik heb ze allemaal al getrokken. Ik ben ook zelf altijd heel nieuwsgierig juist wat er naar boven mag gaan komen natuurlijk. En ik wil wel aangeven voordat ik ga beginnen dat het een algemene reading is. Het kan zijn dat het niet voor iedereen resoneert, voor jullie schorpioenen. Als dat zo is, laat het gewoon gerust los. Je zou eventueel nog kunnen kijken naar de kaartleggingen van jouw ascendant. Mocht je niet weten wat je ascendant is, op internet heb je heel veel programma's wat je het kan laten berekenen voor jezelf. Dus ga daar gewoon eens een keertje naar kijken voor jezelf. Misschien dat daar een boodschap bij zit voor jou wat wel resoneert. En dat gezegd hebbende, laten we gerust beginnen. Ik begin met de maanorakel. En dat is een volle maan in vissen. Spiritualiteit en praktijk in evenwicht. Oké, deze kaart kan aangeven dat je misschien wat aandachtiger mag zijn om je doelen te kunnen bereiken. Dus heb je inderdaad een bepaald doel wat je graag wil bereiken, dan mag je daar wat meer je focus op gaan leggen voor jezelf. Hoe meer praktische stappen je kan zetten, hoe beter dat is. Het is nu tijd voor jou om een evenwicht te vinden tussen je verantwoordelijkheden en je dromen. Dus wat is werkelijkheid en wat is echt daadwerkelijk wat je kan reëel kan bereiken voor jezelf. De kaart geeft ook heel duidelijk aan van volg je intuïtie, want die kan je nooit in de steek laten. Dus durf daarop gewoon op te vertrouwen voor jezelf. Op dit moment is het wel raadzaam voor die maand januari wat minder voor jezelf, voor degene die daar dus gebruik van maken voor jullie, schorpioen. Zo weinig mogelijk te roken, dan wel alcohol tot jezelf te nemen. Want dat zorgt er inderdaad voor dat je meer in contact kan komen inderdaad met je intuïtie. Met heel wat dat stemmetje in je hoofd. Het is voor jou gewoon heel duidelijk, schorpioen, om voor jouzelf even diep in je emoties te mogen gaan duiken. Even te gaan voelen wat er allemaal al gebeurd is. En wat de maand januari voor jou mag gaan brengen. Of wat je doelen zijn voor jezelf. Dus emotioneel kunnen voelen in je lichaam. Waar je eventueel nog blokkades voelt. Waar je enigszins nog voelt dat je vastloopt voor jezelf. Dus ga volledig op je gevoel af. Dat is gewoon heel erg duidelijk wat deze kaart aangeeft. Weet je wel, meer in je realiteit gaan staan en in je gevoel. En vertrouwen op je intuïtie. Dat is eigenlijk wat deze kaart aangeeft. Dan vanuit de draken. Ik had twee kaarten die ik getrokken had, tenminste die uitvielen. Als eerste, want ik gaf de maanorakel ook al aan voor jou. Let op je voeding. Zorg ervoor dat je goed eet en ook gezond eet voor jezelf. De maand december is meestal inderdaad van lekker vieren, uitgebreid eten, maar ook gewoon wat meer vetter en zoeter. Het is nu voor de maand januari heel belangrijk voor jullie schorpioenen om goed op je eten te letten in ieder geval. Daarnaast heb ik Expression. Deze draak geeft voor jullie aan dat je je wat meer mag gaan uiten. Durf jezelf wat meer te gaan uiten in de maand januari. Laat aan de mensen zien wie je bent en waar je voor staat. En het maakt niet uit op wat voor manier dat is, of dat het met schilderen is, of dat het met dansen is, met zingen. Of dan wel dat je voor een grote groep gaat staan en jezelf gaat uitspreken. In ieder geval een vorm van communicatie. Dat is eigenlijk wel het woord wat staat voor de maand januari voor jullie schorpioenen, communicatie. Dus laat jezelf horen, laat jezelf zien voor wie je bent en waar je voor staat. Dan vanuit de feeënrijk heb ik hier elfenopgaven.
Deze elfen die geven voor jou aan dat ze voor jou in de maand januari staan voor hun healing. Je mag healing gaan ontvangen van hen. Dus ga gewoon voor jezelf eens een keertje rustig ergens zitten. Op een moment waarvan jij denkt van nou, nu voelt het goed voor mij om deze healing te mogen ontvangen. En zorg ervoor dat je niet gestoord kan worden en dat je lekker relaxed zit of ligt. Visualiseer je voor jezelf dan een zilveren stroom van pure energie die je hoofd binnendringt bovenop je hoofd, je kruinchakra. En weet dat de aanraking van deze elfen heel krachtig is. Ze geven je een goede genezing en heling. En zeker als je wat lichamelijke pijnlijke plekken hebt, zal je gaan merken dat ook deze geheeld mogen gaan worden. Dus het is een healing wat je mag ontvangen in de maand januari. Dan heb ik vanuit de Avalon heb ik Perception. Nou, dat houdt in waarnemen. Hoe neem jij je leven en situatie waar op dit moment, Schorpioen? Is dat vanuit oude patronen, oordelend of met bepaalde overtuigingen? En als dat zo is, dan is het nu tijd om daarbij stil te mogen gaan staan voor jezelf. Kijk eens objectief naar jezelf, naar binnen. Helemaal neutraal, zonder oordeel. En kijk eens dat je voor jezelf kan realiseren dat dingen soms niet zijn zoals ze daadwerkelijk zijn. Dat is perception. Dus je kan soms de dingen waarnemen of ervaren voor jezelf. Terwijl als je er goed over nadenkt, is het totaal anders voor jezelf. Dus observeer en transformeer hoe je werkelijk nu in het leven staat. En wees daar geduldig mee, hè. Soms komen de dingen niet aan een minuut direct bij jou in je leven binnen. Dus geef het tijd. Ook geduld geef deze kaart aan. Maar het gaat zeker gebeuren in deze maand januari dat je voor jezelf eens een keer door een andere bril mag kijken. Andere glazen in je leven. En het gaat je ook heel veel brengen daardoor. Dus dat zijn de orakelkaarten. Ik ga nu even kijken voor de tarotkaarten. Ja, ook daarin komt het in terug wat de orakels al hebben gezegd voor jullie, schorpioenen. De eerste kaart is de algemene legging qua energie. Ik heb hier de 8 van pentagrammen. Die geeft aan, op zich ben je op dit moment al heel erg goed bezig. Maar je merkt voor jezelf dat je toch nog wel iets mist gewoon voor jezelf. Het is vooral het werk, een werkkaart of een talentkaart. Dus iets waar je mee bezig bent wat je heel erg leuk vindt en wat je ook heel erg goed kan voor jouw schorpioen. Alleen je mist nog heel erg veel. Ja, en als ik dan kijk naar de extra verduidelijking, dan zie ik hier de duivel. En de duivel staat ervoor inderdaad dat je je gebonden voelt. Je voelt je op een of andere manier gebonden in een bepaalde situatie. Waardoor je dus eigenlijk niet datgene ten uitvoer kan brengen wat jij heel erg graag zou willen. Dat is eigenlijk een beetje de algemene reading. De energie, laat ik zo zeggen. De algemene energie voor alle kaarten die hier liggen. En dat klopt ook wel een beetje, want de orakels gaven al een beetje aan van, nou ja, weet je, is het allemaal wel waar zoals je het kan ervaren voor jezelf? Kijk eens wat meer naar jezelf, naar binnen toe. Weet je, en je mag die heling gaan ontvangen. Wie weet via de elfen en de heling dat je de dingen anders mag gaan zien voor jezelf. Als ik dan kijk naar jullie uitdaging, schorpioen, voor deze maand. Ik zie hier de 10 van staven. En de 10 staat meestal voor een eind van iets. Maar je ziet ook hoe deze man eigenlijk voorovergebogen loopt met al die staven over zijn schouder. En eigenlijk heeft hij zijn balans niet goed. Het is voor jullie heel erg belangrijk om naar jezelf te gaan kijken, schorpioen, deze maand. Je bent goed bezig en het is bijna op het eind van een bepaalde situatie, of een cyclus voor jezelf. Maar kijk nog eens voor jezelf dat je wat minder verantwoordelijkheden mag gaan nemen. Kijken of je bepaalde lasten los mag gaan laten of op een hele andere manier kan aanpakken voor jezelf. Ter verduidelijking heb ik daarbij de Ridder van Zwaarden. En de Ridder van Zwaarden geeft ook aan actie. Je mag actie gaan ondernemen, je mag eindelijk nu vooruit, je mag
ja, gaan kijken voor jezelf wat er nog meer voor je ligt. Maar in ieder geval wel actie gaan ondernemen. Dat is wel heel erg duidelijk. Om te gaan kijken voor jezelf. Deze maand, schorpioen. Hoe sta ik er nu voor? Is het inderdaad bijna het einde van een bepaald cycli of wat dan ook? En hoe kan ik het nog beter voor mezelf gaan doen? Kan ik het anders gaan aanpakken? Minder verantwoordelijkheden. En ook dat ik ook wat minder last heb. Dus kijk of dat je het kan delegeren, dat je misschien andere mensen kan vragen voor jezelf die je kan helpen hiermee. En daar ligt dan ook weer die kaart, hè? Die communicatie. Die communicatiekaart. Dus praat erover met mensen om je heen, waar je tegenaan loopt. Ja, en dat je dus met andere mensen kan bepraten, hoe kan ik het misschien anders gaan doen? Hoe zien jullie de bepaalde situatie voor jezelf? De adviezen. In de energie of in het universum, of hoe je het ook mag noemen. Ik heb hier de 7 van staven. En de 7 van staven, je ziet de persoon ook staan dat hij zich verdedigt tegenover mensen. Meer je grenzen aan mogen geven voor jezelf voor de komende maand. En als ik dan kijk naar de verduidelijking, de doodkaart. Ja, en die geeft ook al heel duidelijk aan. Op het moment dat je dus je grenzen durft aan te geven, op het moment dat je dus voor jezelf durft op te komen. Dan wel met communicatie. Zou je ook gaan merken dat je die transformatie aangaat. Dat mensen heel anders naar je gaan kijken. Dat jouw levenssituatie ook heel anders gaat worden. Dat er heel veel andere dingen in jouw leven mogen gaan komen. Want als ik dan aanvullend kijk naar de uitkomst. Dat is de aas van staven. En de aas van staven staat duidelijk voor. Er wordt iets aangereikt. Of je gaat iemand nieuw ontmoeten. Misschien dat je bezig bent met iets op te zetten, dat je wil gaan samenwerken met iemand. Nou, dan komt een nieuw iemand op je pad. Misschien dat die persoon jou verder kan gaan helpen. Maar dat betekent in ieder geval enorm veel groei, in ieder geval, voor deze aas van staven. Ja, en wat dan ook eigenlijk die uitdaging, of tenminste uiteindelijk de kaart is, dat je jezelf gaat losmaken. Je gaat jezelf losmaken, zegt de 8 van zwaarden. Je gaat jezelf losmaken aan het feit dat je je gebonden voelt, dat je geen stappen vooruit maakt, dat je het gevoel hebt dat je het niet gaat bereiken. Maar dat is het juist wel. Dat is die aas van staven. Je gaat wel uiteindelijk datgene bereiken wat je wil, of in ieder geval die stappen gaan nemen die je wil. Want dat is ook je uitdaging, actie, die ridder van de zwaarden. En daardoor ga je dus echt al die dingen loslaten. Waardoor je je nu gebonden gaat voelen. Dus het is heel veel voor zelfontwikkeling van jullie schorpioen deze maand. Keuzes die je mag gaan maken voor jezelf. En dat is eigenlijk wat ik hier zie liggen voor jullie. Ik ga nog eventjes vanuit mijn lennema. Ga ik nog eventjes vragen aan de kaartjes. Dat zijn er te veel. Mag ik een extra boodschap ontvangen voor de schorpioen. Ik heb hier het kind. En het kind geeft echt ook aan een nieuw begin. Dus je mag gaan veranderen. Je mag de dingen anders gaan aanpakken voor jezelf. Ik ga nog even verder kijken wat ik nog door mag geven. Mag ik alsjeblieft een extra boodschap. Ook weer communicatie. Dus ook weer het praten. Het communiceren. Jezelf laten zien. Aan iedereen en alles om je heen. Ook dat wordt nog extra bevestigd vanuit de Lenneman. Heel erg mooi. Mag ik alsjeblieft nog 1 kaart. De boodschap voor Schorpioen. De maand januari 2001. Oké, nou heel duidelijk wat Lenneman aangeeft voor je uitkomst is. Jij hebt de sleutel. Jij hebt de sleutel om jezelf te kunnen bevrijden van je gebondenheid. Dat je nog eigenlijk iets mist in je leven. Ter aanvulling. Dus jij kan alle deuren kan je openen voor jezelf. Want je hebt de sleutel. En de wijsheid heb je in jezelf. Dus dat is wat ik aan jullie mag doorgeven, schorpioen. Ik hoop dat het voor jullie geresoneerd heeft. Laat het me weten. Dit gaat de telefoon niet gaat over. Maakt niet uit. Geef het een like. Geef me feedback. En dan ga ik jullie de volgende keer weer zien.